zo chillen. Ja, er komt de water door. Dat is wel nat. Drie kleine kleutertjes. Dat smaakt wel natuurlijk. Is toch lastig, hè? Familievlogs. Het is vandaag zondagochtend. We zijn lekker uitgeslapen. Het is 8:30. En we zitten aan het ontbijt met de televisie snugger. Goedemorgen, Luan. Goedemorgen. Is dat televisie snugger of hoe heet dat? Studio snugger. Studio snugger. Oh. Woezeltje ligt hier. Hé, hey, Woezel. Heb je lekker geslapen? En Luxie is verstopt. Hé, hey, Luxie. Ben jij bij Pip verstopt? Ja. Goedemorgen. Zo, inmiddels zijn we klaar met het ontbijt. Ik heb even het gordijntje open. En we gaan zo lekker naar het zwembad. We zijn trouwens hier in Bosrijk, omdat we hier zijn voor het film, de filmrol van Lucilla. Die, ja, maar voor de kijkers die nu voor het eerst kijken, die denken, huh, waarom zijn jullie daar? Oeh. Lucilla heeft dus een filmrolletje in de film van Expeditie Vos, die het eind december in de bioscoop te zien zal zijn. En we hebben weekend, dan draaien ze niet. En vandaar dat we vandaag, ik denk lekker gaan zwemmen, hè? Zwembad, jongens. Ja! Yeah! Nou, ze zijn even het, ik zie hier ook. Ze zijn even het bed aan het opmaken. Luxie is de stoeltje even terug gaan zetten. Dat vindt ze heel leuk altijd om te doen. Lucilla die slaapt beneden. Luan die slaapt boven. Ik ga optreden op muziek. Dan ga je optreden? Oké, heb ik nog zo'n box meegenomen natuurlijk. Ja. Sammy zijn kooi die staat hier. Die heeft hij net alweer lekker geknuffeld. Zit hij alweer zijn kooi, jongen? Ja. Ja, mooie Luxie. Ja. Mooi uitzicht, hè? Ja, dat is een mooie uitzicht. Gaan we eens even kijken waar we de zwemtas hebben. Want ze hebben hier ook een zwembad. En dan gaan we eens even lekker plonsen in het zwembad. We gaan best wel vroeg. Dan is het hopelijk nog een beetje lekker rustig. We kunnen nog even lekker plonsen. We hebben natuurlijk weer de zwembandjes mee, zwemluiers mee. Lucille, ik heb ook je nieuwe bikini mee. Ja, doe het niet. Ik had je zwempak mee, maar ze wilde heel erg graag een bikini. En nu ben ik niet zo van de bikinis. Moet je wel het voor vestje jonge kinderen. Mee. Ja, ik neem het vestje ook mee. Maar goed, Luxie had er ook al een keertje één, omdat we haar badpak waren vergeten. Oh, sorry, grote meisjes. Dus ik had voor haar op verjaardag dit leuke bikinietje. Dit is een wat langer topje ook. En die wilt ze graag aandoen. Hè? De bikini wil je aan. Ik heb ook je zwempak mee, hoor. Nee, niet mijn zwempak. Je bikini? De bikini. Oké, nou, ze wil de bikini aan. Tada! Lucilla is een nieuwe bikini. Prachtig, schatje. Nou, dan hoef je niet meer om te kleden. Ik wil zo meteen. Nooit meer dit. Wil je nooit weer een badpak aan? Nee. Oh, hij is wel echt heel leuk. Heeft hij van die roezeltjes? En hier van die roezeltjes? Lucilla. Nee, niet met die billetjes. Niet met die billetjes. Nou, kom, de kleedjes eroverheen en dan gaan we lekker naar het zwembad. Ja, oh, trouwens, even over een updateje voor haar waterfratjes. Die jullie een vlog geleden hebben gezien. Ja, kijk, ze zijn nog wel een beetje droog, maar ze zijn aan het weggaan. En gelukkig hebben we ze nergens anders meer teruggekregen maar nu, hè? Ik kan niet alleen in mijn pak in dit, oh, maar ik kan nog dit aan. Oh ja, ze wil haar zwemvestje ook mee. Ja, ze wil haar waterfratjes. Die, ja, die gaat. Ja, Lucilla die kan natuurlijk al wel zonder bandjes zwemmen. Alleen ze heeft haar A-diploma nog niet. Daar is ze heel druk voor aan het oefenen. Ja, maar ik moet wel dit aan. Wel die, misschien kunnen we wel straks even oefenen weer zonder bandjes. Ja. Badmeester Martijn had gezegd, je moet wel blijven oefenen, hè, als we even geen zwemles hebben. Ja. Dat is misschien wel leuk. Gaan we straks gewoon weer even oefenen met je bikini. Maar mam, als ik echt moe ben met oefenen. Ja, als je moe bent met oefenen, dan doen we weer je zwemvestje aan. En weet je wat ik ook mee heb genomen? Even kijken. Bandjes. Kijk, je zwemstoel heb ik meegenomen. Oh. En je zwemband heb ik ook meegenomen. Nee. Oh, die zwemband. De zwemband ik en de zwemstoel. Hier. Mm. Nee, geen zwembandje. Deze vindt ze niet fijn om de arm, want dat zit zo vervelend, zegt ze. Ze zijn... Kom, doe je kleren aan. Oh, Luan is volgens mij alweer met... Zilla. Zilla. Luan die heeft de muziek alweer opgezet. Kijk. Wat zijn we aan het doen? Goed zo. Oh, wat zijn we aan het doen? Luan is in het gymnastieken. Twee. Luxie heeft gewoon helemaal zelf haar bikini aangedaan. Hey, Luxie, heb je zelf je bikini aangetrokken? Ik vind het echt super goed gedaan. Ze is er ook heel erg blij mee, volgens mij. Papa je geholpen?
Al bezig geholpen. Oh, oké. Okay. Vandaar. Dat verklaart een hoop. Ja, mooi hè, schatje. En nog een keer. Wie ben jij? Ergens aan, wat een beetje onder is. Zo. Dan pak je deze. Oei, mooi hè, liefie. Mooi, Lixie. Mooi, Lixie. Mooi, schatje. Heel mooi. Lixie. Mooi, schatje. Heel mooi. Oké, de laatste keer. We hebben even het badpakje of het bikinietje van Luxie goed gedaan, hè, Lux? God is altijd bij mij, onder, boven, voor en achter, God is om me heen. Ga je de split doen? Ja, de split. Kan ga ik je ook de split bij? Doen? Ja, kan ik ook. Kunnen jullie de split? Oh, wow, Lucilla! Wow, chill! Nee, ik moet eerst staan en dan steeds naar beneden zakken. Jongen, wow, ik vond hem echt heel goed, Sil. Kan je dat ook, Luxie? Nee. Kan Luxie dat ook? Ja, goed zo, Luxie. Ja. Heel goed hoor. Ja. De jas aangedaan. We kunnen niet in de bikinis naar buiten. Nee. De jas aangedaan. En de zwemtas gepakt. En nu gaan we op naar het zwembad. Nou, Sil, volgens mij moet hier ergens het zwembad zijn. Kijk, daar moet je naar binnen. Zou het hier lekker warm zijn? Oh. Hou je pasje hier. Tadaa. We kunnen naar binnen. Hier is het lekker warm. Ja, moeten we hier even de kinderwagen parkeren. Die kan er niet door. Kom maar. Luxie, ga je mee naar het zwembad? Kom maar. Kindje, wat staat hier? Nee, papa heeft een familiekamer gevonden. Familiekleedruimte. Nou, handig. Kijk, dat is handig. Kom maar, Lexie. Hoppatee. We gaan even omkleden. 1, 2, 3. Lekker warm hier. Oh, Lexie, mooie box. Wat hebben we gevonden, jongens? Wat is dit? Dit is deze machine. Ja? Er komt hier water doorheen. Ja, er komt er water doorheen. En die gaat door die buizen heen. Helemaal naar boven. Helemaal daar doorheen. Ja, want ja? Ja? Oh ja, kijk, er komt de water uit. Oh, leuk, jongen. Woehoe! Ah, kom, Luxie, we moeten eerst even douchen en dan gaan we daarna lekker zwemmen. Goed? Lekker warm? Ja, even lekker douchen. Oeh, zo voor het zwembad. En.
Hoe ver kom je heen? Kleine kleutertjes in de box. Drie kleine kleutertjes die zitten in een box. Dat is wel gezellig zo, hè? Vonden jullie het zwemmen lekker? Ja. Gaan we weer lekker terug naar ons huisje, goed? Vanochtend was het koud, guur en miserig. En nu is de lente begonnen, Lux. Je hoort de vogeltjes. Je hoort de vogeltjes sleutelen. Kijk, wat stralen zon. Terug naar ons knussen ons huis. Niet echt gekampt, zie ik. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan even lekker een lunchje maken. Ik heb even lekker voor het gemak knakworstjes en tomatensoep gemaakt. Oh, heb je een knuffeltje? Dankjewel. Dankjewel, Luxie. Ik krijg zo maar even een knuffeltje van mijn haar. Maar we gaan eens even lekker lunchen. Heb je de tafel al eventjes gedekt? Nog lekkere worteltjes en druifjes op de tafel. En het begint opeens heel lekker weer te worden. Kijk, misschien kunnen we zo nog wel even lekker buiten spelen, kinderen. Daar hebben we vader ook weer. Die heeft even de honden uitgelaten. Dat smaakt wel natuurlijk, hè. Naar zo'n lekkere plons in het zwembad. Ja. Luxie, die doet heel even lekker haar middagslaapje. En Luan en Lucilla, die zijn hier lekker aan de tafel aan het knutselen. We hebben hele leuke pakketjes meegenomen. Lucilla, die heeft dit leuke... het zijn van die pofmais dingen. Maar dan zijn ze echt super klein. Dus het ziet er heel mooi uit. Het ziet er ook heel lekker uit. Het lijkt kan niet eten, van die kleine marshmallowsjes. Ja, inderdaad. Kleine spekjes. Maar je kan ze niet eten, hoor. Je moet ze niet in de mond stoppen. Luan die is een horloge aan het tekenen. En als hij hem dan helemaal in heeft getekend, kan hij dat horloge zo erin doen. Zo. Dan heb je het zelf gekleurd. Horloge. Hier ergens. Ja, hier. Wat een rust. Heerlijk. Moet ik hier een muziekje onder zetten? Oké. Ja. Ga ik hier een muziekje onder zetten? Ja. Kijk eens wie we hier weer hebben. Ons lekkere pluisje. Heb je lekker geslapen? Ja, ze zitten kijken naar de tafel. Luan en Lucilla die waren hier lekker aan het knutselen. En kijk, dat ziet er wel leuk uit, hè, Lux?
Jan. Het is nu... deze klok kan ik nog niet lezen. Die is toch lastig, hè? Ja. De digitaliteit. Ja. Heel mooi gemaakt, jongen. Oké, hoe laat is het? De klutselclub, die is weer klaar. Zullen we even lekker gaan buiten spelen? Want het is echt super lekker. Nou ja, super lekker weer. Het zonnetje breekt door. Mama. Ja, schatje. Ja, Luxie die heeft allemaal stickertjes op de hand geplakt, hè? Mooi. Hey. Ja, echt heel erg mooi. Papier, heel mooi. Ja, ze is een papiertje. Hey. Kom jongens, we gaan even lekker naar buiten. Laarsjes aan, jasjes aan. Oh, en papa neemt de droom mee volgens mij, hè? Oh ja. Papa die volgt ons met de droom. Ik neem een boxje mee. Oh, en je box. Dus ik doe het even met een garde, heel leuk zo. Maar volgens mij gaat het wel. Hebben jullie een beetje zin in pannenkoeken dan? Ja! Nou, gelukkig. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de. Dank ze wel. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En morgen zeker weer kijken, want morgen gaan we zin weer acteren. Ja! Doeg! Voeg je hart boom boom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom boom mee.